Kijk, dit is een rechte lijn, ongeveer. Hè? Als ik hem nou een beetje loslaat, dan wordt hij wat slappig. Hè? Als ik hem heel erg hard uittrek, dan zegt hij knak. Wij stellen ons de tijd altijd voor als een rechte lijn. Ik wil het hebben over tijd. Kijk, zoiets als een pen. Maar met een pen, daar schrijf ik nooit een rechte lijn mee. Ik zou het niet kunnen als het moest, zelfs niet met een liniaal. Ik schrijf kronkels. Want in die kronkels, nou, daar gebeurt het. De tijd is niet recht. En van A naar B is ook niet recht. Want als ik naar Amsterdam reis over de A2, dan ga ik wel over een rechte weg. Maar eigenlijk is het die gebogen, want de aarde is rond. Leuk, hè? Al die rechte dingen, die bestaan eigenlijk niet. En voor de tijd heb ik het gevoel dat het meer iets is van golven. De tijd die laat zich ook zien in getijden. Hè? 'S morgens is het anders dan 's middags. En de winter en de zomer zijn anders. De leeftijden zijn anders. Ik bedoel, je kunt 100 worden, maar je bent gewoon op elk moment een beetje een ander mens. Een stukje blijft hetzelfde en een stukje verandert. Nou kijk, dit vind ik dus echt een ontzettend mooi voorbeeld van tijd. Deze heb ik van Lisbeth gekregen. Dankjewel. Ik ben echt super blij mee. En hier zit hij. Kijk. Hier dan draaien. Een soort DNA-spiraal is dit. En hier, kijk, dat zijn wij. Je zit namelijk altijd in het midden van de tijd. Er is eigenlijk alleen maar, voor ons bestaat er alleen maar nu. En een stukje van dat nu, dat noemen we verleden. En een ander stukje, dat noemen we toekomst. Maar die zijn ook met elkaar verbonden, zie je dat? Het verleden en de toekomst, die hebben hartstikke veel met elkaar te maken. En het verloopt ook niet recht. Kijk, hij heeft een voorkant en een achterkant, dat ding. En in de voorkant, dat is het ene getij. En aan de achterkant, dat is het andere getij. En die wisselen elkaar voortdurend af. Ze trekken elkaar aan, ze duwen elkaar weg. En zo ziet volgens mij de tijd eruit. En daarom kun je ook door de tijd reizen. Kijk, als ik hem nou heel hard laat draaien, vind ik dat echt een heel leuk voorbeeld. Kijk, zie je? Dan zit je daar zelf in het midden van de tijd, die om je heen stroomt. Zo voelt voor mij om door de tijd te reizen. Dat doe ik natuurlijk in mijn verbeelding. En dan stroomt het allemaal langs. Je kunt overal heen. Dat is mooi, hè? Nou, dat is de tijd.